Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben, geloof het of niet, 3:15 wakker geworden. Deze madame hier, die, ik weet niet, ik wou zeggen, ze is iets eerder naar bed gegaan. Ik had geen dutje gedaan en volgens mij is er eentje in de war. Dus, zeg maar, er is een verschil tussen even tussendoor wakker worden om te plassen en geschopt wakker worden. Want dan blijf ik altijd echt een uur wakker liggen en is helemaal druk aan het bewegen. Dus ik ga dan gewoon op mijn mobiel zitten en zo en verder slapen. En vervolgens werd ik gewoon om 8 uur wakker, zoals de meeste dagen. Maar ik heb voor mijn gevoel gewoon 1 uur maar geslapen vannacht. Maar top, I know. Het bereidt me voor op de toekomst. I know. Maar goed. Het valt me op ook dat ik in mijn zwangerschap, zeg maar, sinds ik zwanger ben, vaker donkere kringen onder mijn ogen heb. En dat heb ik normaal. Alleen als ik echt een paar nachten achter elkaar slecht slaap. En nu heb ik het best wel veel, dus... Het zegt wat over de staat van mijn slapen de laatste tijd. Ik ben zo blij dat ik niet op een kantoor nu van 9 to 5 moet zitten ofzo. Ik weet niet. Ik vind echt serieus het thuiszitten door corona heeft echt wel zijn voordelen als je zwanger bent. Het is echt geen afspraken, geen dingen. Ja, ik weet het. Ik mag echt niet klagen. En ik heb andere zwangeren gesproken waren allemaal zoiets van... Ja, het heeft ook nadelen, maar dit is wel echt chill om gewoon... Met dit soort dingen bijvoorbeeld. Dat je gewoon wel even straks nog een dutje kan doen als het lukt. Oké. Ik moet vandaag de video gaan editen. Ik hoop dat het wat helderder kan worden. Video vanmorgen editen. En IKEA komt vandaag binnen. Daar kijk ik echt al 3 weken naar uit. Ik heb wat dingen bij IKEA besteld. Voor onder andere de babylaadjes en zo. Van die inzetdingen. En ik was de video van Anna aan het kijken. Ik moet even de centimeter pakken. Want ze was haar kast aan het indelen. Dat was echt heerlijk om te kijken. En dit... Moet ook eigenlijk gewoon wel gebeuren. Dus ik zit te denken om ook van die dingen hierin te kopen. Ik twijfel nu. Ik had dus van die bakjes gezien van IKEA. Grijze. En die zijn 25,25. En daar passen er 4 in. Maar dit is 50. En nu zie ik in één keer dat dit zo uitsteekt. Dus dat gaat misschien toch niet passen eigenlijk. Of dan moet je de deur zo houden als je eruit... Nee. Moet ik even gaan meten zo. Anyway, dus dan zou ik weer een IKEA order moeten doen. Ja, of iets ergens anders dozen bestellen of zo. De een van de redenen bezorgen ze echt pas na 3 weken of zo. Nou ja, goedemorgen in ieder geval. Hé, maar dat gaat natuurlijk nooit passen. Want ik zit te denken, 50 centimeter is natuurlijk niet de binnenkant. Het is de buitenkant, inclusief zeg maar dit. Dus de binnenkant is al kleiner. Wat voor bakjes moet ik hiervoor hebben? Ik wil het zeg maar ideaal. Dus het liefst wil ik 2 langwerpige. Ik denk dat ik dat niet kan vinden. Maar anders 1, 2, 3, 4. En dan daar. Ho. En dan daar, 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 daar. Kijk, hier is mijn planner dus ook heel handig voor. Je zou hier tekening kunnen maken. Dus in dit geval, dit is 50. En dit is... 58 geloof ik. Wacht even goed kijken. Kijk, nu heb ik zo'n plank erbij gepakt. De zijde staat 50 keer 58. Maar nu heb ik even opgemeten binnenin de kast. En het is dus eigenlijk 46 keer 57. Dus vooral dit is 46 breed. En als ik het dan omreken naar als ik er 4 zou moeten hebben. Dan is het 23 keer 28,5. Dus het moet maximaal dit zijn per doos. En zelfs als het kan nog iets kleiner, dan heb je wat meer speling om ze eruit te schuiven. Want ik zat dus te kijken naar deze. Kijken naar deze of naar deze. Maar ja, ik heb ook niet zo zin om 2 stukken vilt de hele zee langs elkaar te halen. Ik weet niet of dat heel lekker is als het heel strak is. Dus dat, misschien moet er dan nog iets losser. Misschien een centimeter eraf of zo. Maar goed, dat dus. Ik heb dus deze doos, dus een oude... doos van Dior, die ik gebruikte voor ondergoed of zo, weet ik veel. Die is qua maat 21 keer 27. En ik heb hier deze gevonden, die is 18 keer 25 van IKEA. Dus die is ietsje smaller en ietsje kleiner. Is het dan groot genoeg voor shirts of niet? I wonder. Misschien is het smal, maar het zou... Want op zich, hij kan 23 zijn. Dan is 18, is echt wel een stuk kleiner dan dit dan. Even verder kijken. Deze, die zou dus, die is 20 breed, dus die zou hier zo kunnen. En die is 51 lang. Dus die zou dan in één klap dit pakken. Met een beetje eraf. Ik vind hem er alleen zo flimsy uitzien. En die andere van deze hadden een beetje slechte reviews ook. Omdat dit volgens mij iets minder stabiel is ofzo.
Nou goed, we gaan hem onthouden. Oké, ik ben erachter dat ik eigenlijk alleen deze twee kan halen. Of deze Chena kartonnen doos. Die dus inderdaad zo zou kunnen. Het zou nog best wel wat ruimte over zijn eigenlijk. Dus 18 keer 25. Of 20 keer 51. Dat is deze. En dat worden dan twee lange stroken. Ook een stukje hoger deze. Deze 18 centimeter is 15. Als ik kijk naar deze doos. Dan, dit is volgens mij 15. Dan zou die nog iets hoger zijn. Is dat niet te hoog eigenlijk voor kledingvouw? Nee, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ik weet het niet zo goed. Welke van de twee? Wat is handig? Die ene stof, die heet dus stuk. Dus ik ben gaan kijken op Pinterest. Moet je kijken, dit is ook een roze versie. Zeker zie je natuurlijk weer alleen in Amerika te koop. Oh. Oh, that's nice. Oeh. Wat is dit? Datzelfde. Rasla doos. Hoezo past dit dan zo perfect? Wacht, wat is dit? Oh, dat is deze. Alleen die past dus niet hier goed in qua maat. Het is voor een andere kast gemaakt. Oh, bammer. Oh nee, die roze is er wel. Alleen hij heeft een andere afmeting. Kijk, deze is 20 keer 34. 10 hoog. Deze is 20 51. En dan 18 hoog. 10 hoog vind ik niet eens zo erg. Het is meer die 34. Dan kan die dus niet per se... Dan gaat hij tot hier ongeveer komen. Of ik moet zeg maar 1... 2 en dan eentje zo doen. Want deze, hij is, even kijken hoor, 20. Dus 34. Ja, dat zou... nee, dat zou niet kunnen trouwens. Nee, dammit, wacht. Hè? 34. Ja, dat zou wel... Het zou kunnen. Ik zou roze zo kunnen doen. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Kijk, ze hebben als voorbeeld zo staan. Dit is die pakskast. Dit is een dunnere pakskast. Dus hij zou in zijn eentje, zou die zeg maar in die kast kunnen. Zo. Dan zie je wat erin past ongeveer. En ze hebben hem ook zo staan. Hoe zijn reviews? Geen reviews. Oh, hij is niet beschikbaar om te bestellen. Oh. Waar heb ik deze? Hoe groot is die dan? 34 keer 51. Ja, daar past helemaal maar eentje in. Ja. 34. Ja, dan zou ik er 1 moeten doen per... Nee, dat wil ik niet. Ik wil liever wel 2, denk ik. Dus dit allemaal niet boeiend. Oké. Dan neig ik toch naar die andere stuk. Ik heb dit het party squad in mijn hoofd. Ben in de club stuk. Even kijken. Een van deze was het, hè. Ik ga zo even kijken welk. Ja. Ik denk dat dit hem dan maar gaat worden. Ja. Oeh, je hebt hem ook 10 hoog. Oh, dat is een stukje lager. Dat is dan weer dit meer. Wat is handiger? 18? Of 10? Ik denk 18. Ik denk hoger om eerlijk te zijn. Trouwens, ik heb hier nog 3 planken staan. Hè? 1 kleine en 2 grote. En die grote wilde ik eigenlijk voor die kast doen. Bovenin. Hey, zien. Dat heb ik echt nooit meer gedaan. Ik weet niet, ze staan hier. Hierboven dacht ik even maar. Het gaat waarschijnlijk 3 seconden kosten. Maar ceiling zien. Misschien kan ik daar dan ook weer iets doen. Nou, voor nu ga ik me focussen op dit. Dus dan wordt het 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ik kan nog een plank erbij doen. 16. Ja, 16 van die dingen heb ik nodig. Oh nee, grapje, dit is voor die ondiepe kast. Oeh, daar staat het hier. Ik vergeet het gewoon, dat is voor die. Dus 14 heb ik er nodig. 14 van deze ga ik bestellen. Yep. Wij zijn officially, of nee, ik zeg het verkeerd, Foef is officially een Klingel miljonair in het spel. Yay, we hebben de turnips gekocht voor 95. Ja. En verkocht voor? 560, volgens mij. Ja, en we hadden 3 ton erin gestoken, dus kaching. En ik ga nu iets uitpakken, namelijk dit van mijn muesli. Foef wordt helemaal gek. Wij vinden dit een hele lekkere muesli. En je zit helemaal, kan je het openen. Oh, Foef, het zijn 4 bussen. Oh. Oh nee, 3. Oh my god. Holland muesli. Dit is zo heerlijk. Even kijken, deze heeft appel, kaneel, crunchy. Honing, vlokken, hazelnoot, crunchy en oat, cashewnoten, amandelen, veel liefde, appelstukjes. Dan hebben we I Love Mama, mijn muesli. Oh, aardbeien met chocola. Oh, crunchy en oat, cranberry shocks. Volmilchschokkerzen. Oh, lekker. Eerdbeer veel niet. Oké, deze is voor mij. Berry coconut choco muesli. Oh, dinkelkima crunchy cranberry shock. Dinkin choco.
Dinkel, Schokko, Dinkel, Balgen. Denk chocoballetjes. Nee, oké. Eerdbeer en veel liefde. Oh my god. Oh, dit is zo yummy. Zo yummy. Je kan dus zeg maar je eigen mix maken. Dat is het ding. Oké, we moeten eens even openen. Want deze heeft dus wit, die moederdag. En Koef ontdekt net dat het eigenlijk precies hetzelfde is, maar dan met bruine choco. Oh. Oh, maar die ziet er ook goed uit. Er ruikt niet zoveel met witte chocolade, maar die ziet er echt heel lekker. Oh ja, oh. Oh, ruik je die honing? Oh. Oké, een paar uur later. Er is weer een Flamibo hier in de straat. Gelukkig hoef ik niet te filmen. Ik hoef alleen nog te editen. En ik ga zo koken. Ik ga salade maken. Het wordt een lichte salade. Dus we kunnen er iets lekkers bij eten. Maar welke gaan we doen? Foefie, omgekeerde appeltaart of kokosmakronen? Pik. Tot wen is die kokosmakronen? Zitten er alle kokos 7, 7, 5, 7, 8. Kan allebei. Ja, dat zit erin. Je hoeft alleen ijsje toe te voegen. Ik vind een appeltaart iets meer voor een zondag. Zo, wauw. Oké. Kokosmakronen is. Heb je altijd nog chocola overheen? Dat kan zeker. Toch vind ik, ik weet niet of ik dat altijd het lekkerst vind. Oh, een stukje gemberding. Oké, salad. Woehoe. Avondeten. Check onze nieuwe borden trouwens. Ik heb bij IKEA 2 diepe schalen besteld. Diepe borden om uit te eten. Wat kleiner dan te eten net een soort van salarekommen. Oké, we spelen en ondertussen ga ik lekker die kokosmakronen maken. La 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 la. Ik had trouwens bij IKEA nog wat dingen besteld. Of eigenlijk het hele doel van mijn IKEA order was die dingen daar. Dat is voor in de babylaadjes. Maar wat ik erbij heb besteld is dit ding. Ik wist niet dat het zo groot zou zijn. Ik dacht dat het heel klein zou zijn. Maar het schijnt dat dit al heel lekker is om zo borstvoeding op te geven. Ze noemen het ook wel een boppie of zo. En een wit baby dekentje. Die ik heel cute vond. En hebben dus die dingen. En heb ik vanochtend die bakken besteld. En die komen over een maand aan voor een kledingkast. Maar ik heel veel vroeg of ik een video wilde maken met de babylaadje in delen. Dus misschien dat ik dat los van Beautygloss opneem. Morgen of zo. Of overmorgen. Ja, leuk klusje voor dit weekend, denk ik eigenlijk. Zibbit! Oh jongens, lekker! Oh. Af laten koelen. Oeh, lekker met een theetje. Oké, ik ga de video van Beautygloss editen. Zo, hoef je nog trench line te maken. Oké, let's go. Webcam video. Ik heb de video af. Het is 12:30 inmiddels. Urenlang zitten editen, maar ik ben helemaal happy met het resultaat. Want webcam vind ik gewoon geinig. Ik ga de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.